Goedemorgen, nou ja, zeg maar beter, goedemiddag. Het is vandaag alweer zondag 3 december. Het is 13:26 uur. Ja, ik kom net uit mijn bed. Ik heb niet echt heel lekker geslapen. Ik ging om een uurtje of 3:30 naar bed. Nou, ik ben eigenlijk ook wel zo in slaap gevallen, maar toen... werd ik weer om 4:30 wakker. Nou ja, toen moest ik eventjes naar een kleine kamertje toe. Ja, wat ook gebeurde. Daarna werd ik om 7:30 weer wakker. En toen werd ik om 10:00 weer wakker. Dus niet echt lekker geslapen. Nee. Dus ik ben er nou eigenlijk gewoon net uit. Ja. Maar dat mag niet, de pret niet drukken. Ik ga zo meteen eventjes aankleden. En dan ga ik... En mijn mannetje die komt er ook zo aan. Dan ga ik zo meteen lekker blok lopen met die meid. Even langs het spoor en alles. Dus even kijken of het weer toelaat om jullie mee te nemen. Ja, dan ga ik jullie meenemen. Gezellig. Ja, dat vind ik wel. Dus ja. En dan nog even zo meteen nog even gelijk nu de vlog die ik gisteren in elkaar heb gezet. Ook die nog even online pleuren voor zometeen om 4:00. Ja, ik heb het beloofd. Elke dag om 4:00 een leuke vlog. Dus ja. Dus daar ga ik me even nu mee bezighouden. En dan zien jullie ons weer straks. Nou, het is vandaag weer 2:45. Dan gaan we nu lopen. Ja. En ik laat jullie zien hoe mijn meisje dus de voordeur open gaat krijgen. Ja, van het traphuis. De voordeur. Ja, dat zegt heel goed. Ga mee, kom, kom. Kijk, daar heb ik dus namelijk een drukknop en dan gaat ze even springen en dan gaat de deur open. You're welcome naar buiten. Ja, wellust. Ja, ga je mee dan. Waar gaan we naartoe? Ik heb het al gezegd, hè? Vanmiddag, hè? In deze vlog. Ga mee. Waar gaan we naartoe? Ga je lopen? Kom maar. Goed zo. Ja. Keurig! Zo, het is nu alweer 3:03. Ja. We gingen weg om 14:43. Ja, precies. En hier hebben ze iets heel leuks bedacht. Terwijl het hier dus een hele losloopgebied is. Ja, niet slim. Hier hebben ze dus allemaal plantjes gezaaid voor de bijtjes. Ja, en dit is een honey. Een honey highway. Ja, dus ja, hier mogen voorlopig even geen honden los. Ja, ik snap het allemaal niet hoor mensen, nee. Dan is het hier een losloopgebied. Maar dan planten ze iets en dan mag je hond even voorlopig niet los. Ja, doei. Kom. Ja, oké, ik hou me dan nu wel netjes aan. Kijk maar. Ze zit netjes aan de lijn. Ja. Maar zo meteen mag ze lekker razen en doen, et cetera. Ja. Hé, meisje. Ja, zometeen mag je lekker rennen en baggeren. Ja, mag je rennen, meisje, kijk eens. Mag je zometeen rennen? Ja, mag je zometeen rennen? Vind je dat leuk, rennen? Ja? Oké, goed zo. En dan gaan we hier al zometeen omhoog, maar ik laat jullie eerst wat zien. Want het is ook niet hier alleen, het is over deze hele breedte van de hele ding. Kijk. Laat je het lekker even zien. Ja. Nee. Jammer, joh. Niet nice. Nee. Over deze hele stuk dus niet. Nee, dat is fijn. Wat? Zij vindt het wel even leuk. Ja, maar ik wil jij daar ook niet op hebben lopen. Nee. Precies. Nee. Want dat zijn net voor de bijtjes, schat. Je hebt een tatje, moppie, doppie. Nee. Of wil je allemaal vleugeltjes hebben, schat? Volgens mij niet, hè? Nee, ga mee. Kijk eens. Kom maar. Yeah! Je mag zo kijken. Dit is nou nog veel te hoog voor jou, schat. Ja. Kijk, allemaal autootjes. Dan loop je hier al heel rustig. Gek is dat, hè? Ik heb hier al allemaal auto's, mensen. Dat is leuk. Dat is grappig. Ja, ga mee, schat. Ja, ga je mee? Goed zo. Oké, we lopen dus nu in het tunnel. Ja, in het tunnel. Onder een spoorweg, toch? Spoorwegtunnel, ja. Klopt.
spoorwegtunnel, want hierboven rijdt dus de NS. Rijdt er een? Toevallig! Ja, dat is nou weer leuk! Er reed er een toevallig, net onder, boven ons langs. En niet onder ons, nee, boven ons. Ja! En die loopt ook weer gezellig. Ja. Hi! Hi. Kijk, daar loopt Miepie. Ik ga nou niet echt heel erg veel klimmen. Ik ga me gewoon lekker makkelijk maken nu vandaag. Ja. Ja, heel erg makkelijk. Ga mee. Zo overkant, kom. Kom, kom. Ja. Ja, zo. Morgen mag ik er ook nog op. Kom eens hier. Kom maar. Ja. Die kant op. Goed zo, kom maar. Gaan we dus hier langs. Ja. Hoogspanning. Ja, ga je mee, schat. Kom. Even de riem even in deze hand en waar de camera zit. Ja. Zo, nou daar komen we dus vandaan. En zo. Ja, lantaarnpaaltjes, kijk. Lantaarnpaaltjes. Want daar hebben we weer dus een hele mooie camera die we dus net ook zagen. En bij de snelweg. Ja. En dan zou je heel gek vinden, maar we lopen zo meteen boven de snelweg. Dit is boven de snelweg, kijk. Ik weet niet of jullie het zien. Zal ik een beetje inzoomen. Daar zien jullie dus de auto's. Daar hebben we dus een fietspad, een looppad. En dan heb je hier al dus. Hier hebben we dus eigenlijk de snelweg lopen. Maar deze manier dus al loopt. Ja. Maar we staan dus nu boven de snelweg. Ja, snelweg. Joepie. En daar gaat de snelweg gewoon weer door. Boven de heuvel. Nou, onder de heuvel. Boven de heuvel. Ja hoor, hoe mij zeggen. Nou, en dan mag ze zo meteen los. Want, laat dat jullie zo meteen wel zien. Ja, ik ga eerst even inzoomen voor jullie. Daar hebben we dus een bruggetje. Daar gaan we ook zo meteen overheen. En dan mag ze daar zo meteen los. Ja. Maar dat gaan jullie ook zo meteen zien. Joepie! Heb je er zin in, meid? Zullen we meteen losbanjeren? Ja, hè? Ja! Nou, Voorburg heeft ook weer wat nieuws verzonnen, hoor. Ik weet niet wat dit stellage betekent. Grondboortechniek. Kijk, en bronmaling. Oké, dus dit is niet zo gevaarlijk als we er overheen gaan lopen. Zometeen. Nee. Hier zijn ze dicht. Theo van Velzen. Ja. Dus als je klachten hebt, dan kan je nog altijd bellen ook. 072, dat is volgens mij Alkmaar. Ja, Alkmaar. 072, volgens mij op mijn hoofd. Ja. Oké, dan weten we dat ook. Grondboren nog wat. Oké. Gezellig. Ga je zo mee hier overheen, meisje? Ik vind het een beetje maar raar iets. Kijk, en daar hebben we de NS. Ja. De NS hier rijden, dat is leuk. Zo, het is hier een beetje zacht, mensen. Heel erg zacht. Kom, eroverheen. 1, 2, kom maar. Kom maar, schat. Ja. Yeah. Kijk. Joepie. Hallo allemaal. Veel reisplezier. Naar jullie eindbestemming. Ja. Wie nog hondenpoepzakjes wil, dan kan het hier halen. Gratis of niks. Kom eens hier, wachten. Wachten, want je gaat hier los en dat weet je. Ga zitten. Ga zitten. Blijf hier, ga zitten. Blijf in 3. Blijf wachten. Ja, doe maar. Dit vindt ze geweldig. Hier kan ze lekker los. Ja. Ah, het is hier lekker glibberig, glijerig. Leuk. Ja. Ik moet even mijn riem, schat. Wil je eventjes de riem even goed doen en dan eventjes om mijn nek heen doen? Dat kan ik dus nou niet doen. Het is hier echt nattig, mensen. De grond. Weet je? Nee, ja, zo. Nee. Ah, zo, en dan overheen. Nee. Als ik haar wel in één keer aan moet gaan lijnen, dan werkt dit niet. Zo. Een heel strak plan om hier te gaan lopen, want het is hier heel glibberig, glijerig. En ja, de grond is gewoon zacht.
Ja, maar het is hier wel even lekker, want zij kan lekker loslopen. En daar deed ik het voor. Ja, het is toch hier mooi, mensen. Kijk eens de omgeving. Water. En kijk uit en voor kuiltjes, want dat is mij al een keertje overkomen. Want toen zag ik het niet, want toen lag er een heel stuk gras eroverheen. Ik denk, hé, dan ga ik lopen. En toen ging ik eventjes heel netjes gevallen. Ja. Hij gaat daar aan staan. Kijk, treintje toetoet. Heerlijk lopen, mensen, want hier is het niet zo gladjes. Nee, heerlijk lopen. Nee, en ze kan er niet bij, want hier is dus water. Kijk, ze gaat er wel in door het water, maar dat maakt niet uit. Aan die kant niet. Kijk. Of je dit kon dus zien, maar volgens mij niet. Een beetje inzoomen op, hè. Probeer zeker doorheen of niet? Volgens mij wel. Oh. Oh ja, ongegeneerd wat anders doen. Ja. Daar heb ik wel heel erg ingezoomd. Moet ik weer even uitzoomen, want anders dan zien jullie helemaal niks meer. Kom dan! Kom dan! Ga mee! Nee, ik moet inzoomen, hè? Kom mee! Niet! Nee, ze heeft er geen zin in nu. Nee. Nee, precies. Ga kijken dan in het water, kom maar. Kijk eens. Ja, dan moet ik het wel gaan houden, hè, vanzelf. Hi. Meisje. Het is hier een beetje blubber. Een beetje, maar. Heel klein beetje, maar. Ga kijken in het water dan. Van mij mag je. Nee, geen zin in. Nou, dan niet. Nou, net weer even iets heel geks meegemaakt. Dan zijn we hier aan het lopen. Er is hier een moeder en met twee kinderen. Met twee honden dan ook. En ze zien mijn meid aanlopen. De dochter die gaat gelijk gillen en wegrennen. En die moeder en die gaat ook zoiets. Help me. Ja, kom zeg. Omdat ik de mijne ook los heb. En zij ook. Ja, dag, kom. En dat zijn ook... dezelfde formaat als wat ik heb. En dan een beetje bang zijn voor de mijne. Kom. Nou, dan heb ik het ook echt niet meer hoor. En ze gaat alleen even een rondje omheen rennen. En ze gaat gewoon doorrennen. Nou, dan ja. Dan kun je mij gewoon wegvegen, sorry. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Oh, 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 oh. Mensen, als je zelf een hond hebt. En je ziet mijn hond aankomen lopen. Ga niet wegrennen. Echt niet. Want ze doet geen niks. Helemaal noppen nada. Echt, doe gewoon normaal en dan ben je al gek genoeg. Wijfie! Kom dan! Hier, water! Vijfietje, kom maar! Ik ga hier even staan hoor, schat. Kom dan! Nee! Ga daar niet langs nu! Echt niet! Vijvertje. En die weet ze, dat donders goed. Kom maar! Laat ik eigenlijk hier al vaak even lekker ronddraaien en doen. En dan gaan we daar eigenlijk vaak eventjes eruit. Ah, maar ze ziet nou een hondje. Een ander puppy. Kijk, daar gaat ze liggen. Ja, maar ze komt vanzelf wel hier alweer hoor. Ja hoor. Joepie! Zij wel, ja. Oh, sorry, geef niet!
liggen erin dan? Zo lekker hè, wijfie. Niet tegen me aan. Dus. Hallo. Hi. Ga erin dan. Ja, je komt toch wel weer zometeen. Scheelt. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Ga mee. Ga mee dan. Nee, ik wil nog spelen. Ik vind het helemaal leuk hoor. Lekker in. Lekker hè, meisje. Dat is lekker. Lekker hier even, wil ik rondbanjeren, hè, schat. Dan komt je kleine vriendje weer aan. Hé. Hey. Je kleine vriendje komt er weer aan hobbelen. Ja. En toen? Ja, en toen. Inderdaad. Ja, maar ik vind het wel even lekker in het koude water. Hi. Hey. Vind je mijn Emma meisje lief? Jij? Yeah. Jij? Yeah. Maar ze is ook lief. Ga maar kijken. Ja, ga maar kijken. Ga maar spelen. Hi. Ja, even kijken. Joepie. Nee, toch niet. Toch weer daarin? Ja. Oh, lekker meis. Nee, en daar zit geen hek. Dus dit is niet huskyproof, nee. Maar voor haar is het wel lekker. Kom maar. Ga er kijken, ga erin. Oh, wat zie je er lekker uit. Ga niet uitschuddelen bij mij. Nou, niet zoveel veel zin in. Ga erin dan. Hé. Hey. Ga kijken in het water dan, niet? Deze vlog is alles nu en met mijn meisje eigenlijk heerlijk. Een dierenvlog eigenlijk, gewoon vandaag eens een keer. Ik kom heel weinig in beeld vandaag, vind ik ook leuk. Een beetje jullie in de omgeving laten zien. Daar kan ze ook in, vind ik ook wel eens leuk. Door dat water heen. Daar in het water dan. Ga daarin. Ga daarin dan. Wat zie je eruit, schat? Ben je klaar mee, of niet? Nee? Ik blijf hier nog even staan hoor. Ik vind het wel fijn. Ja. En ik zie iets heel moois. Het gaat duiken. Het gaat duiken. Ja, het gaat duiken.
Nou, door het riet heen, dat is ook leuk. Kom dan, kom eens. Dan niet. Ze staat daar. Want ze ziet nu ook dus een andere hond en dat is een herder. Hier. Kom. Hier. Ga mee. Doei. Of niet? Nee, ik dacht dat het een herder was. Ja, wel een herder. Ja, er zijn twee hondjes, maar maakt niet uit. Ik wil gewoon even soms even kijken of en of ze luistert. Ja, die heeft ook een mooi tuigje om. En dan gaat ze liggen. Even kijken hoe ze het nou doet in mijn herder. Die vind ik wel even grappig. Ga jij ook liggen? Hoop ik niet. Ofwel, mag. Balletjes, daar moet ze toch niks van hebben, dus dat scheelt. Ja, maar ik vraag dat altijd eerst even liever, of de eigenaar het goed vindt. Oh, nou, ze heeft zelf Instagram, dus... Kijk! Nou ja, je kan me volgen op en op YouTube en dat is, heb je mijn visitekaartje bij me, schat, of niet? We hebben er nog één. Oké. Okay. Maar die is vijf. Ja, deze zeker. Of nee, oh, nee. Ik heb een zij van mij. En we hebben nog een Duitse herder, die is 5 jaar. Okay. En die heeft nog uitgelaten. Ik denk, laat haar gewoon hier. Zij komt hier lekker los. Ja. Die ander kan ik niet loslaten. Ach zo. Nou, maar dit is ook een mengelmoes hoor, de mijne. Geweldig dit. Ja, maar spelen vind ik leuk. Oh, dit is geweldig. Gewoon eventjes die honden erachteraan, even lekker actief. Joh. En ik denk, we kunnen wel tegenaan blijven lopen, maar... hier wordt het niet veel moeier van dan dat ik er anderhalf uur mee loop. Ja, wat denk je? Spelen met andere honden, dat is vele malen leuker hoor. Ja. Ja, je wordt toch alweer gewassen voor. Want met de hondentraining was je ook al in de modder. Ach, gezellig. Ja, maar dat is leuk, praten. En jij pakt hem toch niet? Of wel? Je gaat nou niet zeggen dat je hem nou wel pakt. Alleen achteraan, denk ik. Alleen erachteraan en meer niet. Dat heeft de mijne ook, die gaat erachteraan. Je vindt de bal niet eens interessant. Nee, die gaat gewoon achter de hond aan. Ja, precies. Deze bij Schakelbos heeft ze dat ook. Het is ook een hond die wil ook alleen maar met de bal spelen. Gaat ze meer achter de bal. Achter de hond. Je vindt niet erg dat ik aan het vloggen ben, hè? Of ik het erg vind. Ja? Oké. Oké, nee, maar ik vraag het even, want... Dat is jouw vlog. Ja, oké. Maar... En er zijn ook mensen die dat dus gewoon niet willen. Waar, joh? Hun... Ja. Dat is zuurpruimen. Wat een zuurpruimen. Wilt u dat eventjes in de camera zeggen dan? Wat een zuurpruimen die mensen die vloggen niet leuk vinden. Wat een zuurpruimen. Ik heb een statement gemaakt, hè? Ja. Je hebt nou een hele goede statement gemaakt, ja. Oké, mijn ventje gaat weer wat doen. Ja, die gaat op het pontje de overkant bereiken. Touw pakken, ja, goed zo. Jong geleerd, oud gedaan. Ja. Heel erg jong geleerd, oud gedaan. Oud gedaan, jong geleerd. En dan ga ik ook nog zo meteen even.
Oh, hij gaat ook weer terug of niet? Of gaat hij daar eraf? Hij gaat... Oh. Ja, ja, dat is ook altijd ook. Ja. Maar dan ga ik het ook even doen zometeen. Haha, grapje. Dit is leuk. Gaat zometeen denk ik regenen. Ik weet niet. Ja, en de luchten zien wel. Ja, nou moet je er weer vanaf, ja. Was het leuk? Ja, ik hoor je nou toch niet, scheelt. Was leuk. Dat ik je nou niet hoor, dat is leuk. Hi. Die brug en die deinst een beetje erg. Hoe vond u het? Hoe vond u? Nou, zeg maar jij hoor. Hoe vond jij het? Dat is leuk. Het is een beetje gammel. Gammel nog ja, wel. Je moet niet aan de zijkant gaan staan, maar meer in het midden. Oké. Okay. Het centrum van het dingetje. Oké. Okay. Als je naar achter gaat staan, gaat hij een beetje dat doen. Ga je naar links staan, gaat hij dat doen. Ja. Niet zo handig. Nee. Meer voor kleinere kinderen, denk ik. Nou, ik weet niet. Want ik ga het nu ook zo doen. Vind ik leuk. Oké, okay, met z'n tweeën. Nee. Nee? Alleen. Alleen niet mee? Nee. Oh, ik ga het alleen doen. Ja, het trammetje rijdt ook weer voorbij. Zij heeft lekker even kunnen spelen met een echte Duitse herder en met nog een ander hondje. Wat jullie al hebben kunnen zien. Heerlijk, nou daar geniet ik dus nou weer van. Ja. Ja, daar geniet ik nou weer van. Ja. 2 uur aan het lopen is wat. Nou, toen waren we nog aan het lopen. Ja, daar hebben we de politiebureau. En daar hebben we de brandweer. Ja. We gaan nu lekker omhoog lopen. En hier heb je de snelweg. Ja, de snelweg. De snelweg. De highway. De snelweg. Ja. Maar er ligt hier nog geen sneeuw. Dus mensen die sneeuw hebben, stuur het even deze kant op. Wat is vele malen leuk, hè? En daar heb je ook weer snelweg aan de helemaal die kant op. Dat heb je weer snelweg. En dat komt hier alweer uit. En dan heb je daar ook weer een tunneltje. Ja! Kom mee! Ja! Kom maar! PostNL!
Ja. En hoe vind je dat lopen zo, schat? Helemaal niks. Veel te hoog. Nee, maar gewoon even serieus. Het is prima wandeling hier. Lekker even, hè, zo. Lekker een stukje lopen. Hoe lang zijn we aan het lopen? Ja, oké. Okay. En dan met eventjes een kwartiertje pauze eigenlijk. Twee uur ongeveer. Bijna. Bijna 2 uur, ja, klopt. Okay. Toch goed. Met eventjes een kwartiertje pauze bij de winkel. Ja, ja. Precies. Kun je hier nog overheen filmen? Ja, we kunnen hier nog overheen filmen. Hoop ik toch wel even, ja. Een autootje. Ja, dat is grappig. En hier. En hier hebben we dus weer de snelweg onder. Hier, ja. Dat is leuk. Gelieve deze grasstrook niet te betreden in verband privacy van bewoners. Ja, dat snap ik. Als je hier al woont, ja, dan begrijp ik dat wel, ja. Hier kan je lekker wandelen. Hier kan je inderdaad wandelen, maar dat gaan we niet doen, niet? Echt niet. Dan kan je ook naar binnen kijken. Ja, ook dat. Ja, dat doen we niet. Nee, hè, meisje. Nee, hè, doen we niet, hè. Want hier hebben we dus, waar lopen we dus nu langs? En langs de brandweer. Dankjewel. Ja, want dat is hun slaapkamers. Okay. Ja, dit is hun slaapkamer. Zo, ik zou best wel eens een keertje een dagje mee willen draaien met ze. Ja. Brandweer. Ja. Ja, ik ook. Ik werk er niet hoor. Oh, oké. Okay. Maar het lijkt me wel leuk. Ja, maar dat is het ook. Ja. Ja, maar... Hè? Geen idee. Kun je vast proberen? Ik bedoel, bij de ja, maar dat lukt niet hier al op en op drukken. Huh? Bij de politie kan je ook een dienst meedraaien. Ja, echt wel. Wanneer? Ik maak geen grapje. Je moet gewoon contact op met ze opnemen. Ja? Ze nemen regelmatig ook burgers mee voor een dienst. Oké. Ja. Oké. Okay. Even rondkijken, gewoon informeren bij het bureau. Oké, okay, nou dan gaan we dat doen ook. Dank voor de tip. Dank u. Dank u wel, fijne dag. En wat heet er voor. Ja. Nou, ik zal één ding zeggen. Dat en dat heette vroeger namelijk Burger in Blauw. Maar dat doen ze, en daar doen ze dus niks meer aan. Maar wat hij zei, ik ga het gewoon eens een keertje kijken, proberen. Nee, nooit geschoten is altijd mis. Ja, toch? Ja. Grappig. Ja. En toen liep we alweer naar beneden. Ja. En dat gaat sneller dan naar boven. Mooie autootjes. Mooi rood is niet lelijk. Nee. Nee. Mooi rood is niet lelijk. Nee. Incognito rode auto. Ja, incognito rode auto. Ja, dat klopt. En daar ook aan de overkant. Precies. En de lucht is ook trouwens mooi, mensen. Ik weet niet of jullie het zien. Als je een beetje inzoomt. Oranje, roze. Blauw, kijk. Maar ja, hij laat niet helemaal mooi zien. Kom eens hier, schat. Wacht, ik wil even inzoomen. Jullie zien het niet, want Iso die staat een beetje raar volgens mij. Want hij is heel mooi trouwens hoor, echt, serieus. Ik zal er een foto van maken. Ja. Kijk, nu zien jullie het wel, want ik heb nou net eventjes mijn Iso wat lager gezet. Op 200. En dan zien jullie het wel. Dat is mooi, dit is echt mooi mensen. Ik zal even heel mooi inzoomen. Niet al te snel, want hij gaat wazig worden anders. Dit is toch een mooi luchtje. Trammetje. Ja. Precies. Ja.
dat wou ik even jullie laten zien. Prachtig. Ja, leuk toch? Nou, dan gaat ook nog een ander tremmetje weer. Ja, leuk. Even wat anders. Zo, het is een beetje donker aan het worden, ik weet het. Maar ik heb nog geen lampje om dus hier op te doen. Moet ik even nog gaan favoriseren. Even kijken welke lamp ik erop moet zetten. Dat is wel ideaal. Ja. Even kijken waar, et cetera. Maar dat komt helemaal goed. Maar. Ik wil eens even kijken. Want we hadden dus daar van de week. Nou ja. Een meningsverschil wil ik ook niet zeggen, maar er werd gezegd dat er ergens geen meubels meer in zaten. Dus ik wil even kijken of er nog wat in staat in een bedrijf. Want het glas is al weer er vanuit. Daar zit dus nu hout voor. Ik weet niet of ze nog bezig zijn. Er staan gewoon nog meubels in hoor. En je ruikt nog gewoon dat het hier al heeft gefikt. Ja, er staan gewoon nog meubeltjes in, mensen. Ja, er staan gewoon nog meubeltjes in. Kijk, hout. Zo. Hier ook nog. Ze zijn wel bezig met opknappen, want het ruikt naar mooi schoon verf. Ja, dus ze zijn wel bezig met opknappen. Kijk. Is het droog voordat ik ergens tegenaan zit? Het ruikt echt naar schoon verf dit, hé? Mooi! Ja. Ik zal eens even kijken of ik een beetje van een afstandje kan filmen. Ja, kijk. De mensen in de buurt die weten wel waar ik het over heb. Dus dat hoef ik ook niet waar het is. Ja. Dat naast de stoplicht. Ja, maar dat begrijpen ze wel. Okay. Ja, dus er zitten gewoon nog meubeltjes in. Het is een beetje donker, ik weet het. Maar maakt helemaal niet uit. Nee, maakt helemaal niet uit. Voor mij niet. Kijk, misschien dat ik het hier een beetje kan doen. Ja, is leuk. Ja, het is echt donker nog. Dus ja. Kan niet echt heel veel, maar dat maakt niet uit. Geeft niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Vinden jullie nou deze vlog leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. Vergeet niet het belletje aan te zetten. Want dat zou helemaal tof zijn. Want dan blijf je overal op de hoogte. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer maar weer.